Op het voormalige NCH-terrein worden 210 woningen gebouwd. Aan de Westelijke Ringweg komen 180 appartementen en 30 eensgezinswoningen. De gemeente Groningen en projectontwikkelaar Van Ommen en De Groot zijn het eens geworden. Het NCH-terrein is een voormalig fabrieksterrein van zo'n 2,5 hectare groot aan de rand van de Zeeheldenbuurt. We zijn heel blij dat we eindelijk deze locatie, die al heel lang eigenlijk niet gebruikt wordt, eindelijk woningen kunnen gaan ontwikkelen. En dat gaat echt om heel veel woningen. Er komen zo'n 180 appartementen zullen daar komen langs de Westelijke Ringweg op dat gebied. En ook 30 gezinswoningen, grondgebonden woningen. Aan een nieuw fietspad, wat het suikerfabriekterrein zal verbinden met de binnenstad. Kortom, een fantastische ontwikkeling. We zijn heel blij dat het eindelijk kan. De stad heeft het hard nodig, want we hebben op dit moment een schreeuwend tekort aan woningen. En we zijn ook heel blij dat we op deze manier het suikerfabriekterrein en de binnenstad beter aan elkaar kunnen verbinden. En je ziet als het ware al dat de plannen voor het suikerfabriekterrein hier hun schaduw al vooruitwerpen. Het terrein ligt al braak sinds 1977. En dat is nu zo'n 41 jaar geleden. Er zijn diverse plannen voor geweest, ook diverse eigenaren. En de huidige eigenaar heeft dit plan dus ontwikkeld. Ja, ik denk dat er elke keer hele specifieke redenen voor waren waarom het niet lukte. Het is natuurlijk wel een terrein waar vroeger ook een fabriek heeft gestaan. Dus er moet ook flink geïnvesteerd worden om de grond daar te saneren. Er zijn diverse eigenaren geweest, er zijn eerdere plannen geweest. Maar nu ligt er eigenlijk een plan wat heel goed past bij de stad. En ik denk ook wel dat het feit wat er op het suikerfabriekterrein gebeurd heeft, deze ontwikkeling heeft versneld. Het plan gaat nu de inspraak in. Het is op dit moment een bestemmingsplan, dus dat moet eerst nog een procedure doorlopen. Dan zullen de woningen in de verkoop of in de verhuur gaan. Ik denk eerlijk gezegd dat het laatste nog op dit moment geen probleem is. Maar ik denk dat over 2-3 jaar dat de woningen er staan.